Waarom ondervindt Kjeld Nuis bij 60 km per uur nauwelijks wrijving van het ijs? Wrijving is in de natuurkunde het verschijnsel waarbij weerstand ontstaat wanneer twee oppervlakken langs elkaar schuiven. Dit kan leiden tot vormverandering en warmteproductie. Volgens de standaardtheorie glijden zijn schaatsijzers op een smerig laagje smeltwater. Hoe harder de schaatser gaat, des te meer wrijving er ontstaat, des te warmer het ijs wordt. Maar Leidse natuurkundigen zagen dat die verklaring tekortschiet. Bij hoge snelheden neemt de wrijving van het laagje smeltwater toch toe. Maar omdat de schaats minder diep door het vaste ijs ploegt, neemt de weerstand juist af. Dus kom je per saldo op dezelfde lage wrijving. Dus hoe komt de schaatser nou aan vaart? Om een nieuwe theorie te testen willen ze een mobiel lab bouwen dat op een echte ijsbaan een schaatsbeweging simuleert.